Yo mis, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Vraag Jaraski aflevering hier natuurlijk op mijn kanaal Jaras Gaming. Zoals jullie weten beantwoord ik natuurlijk jullie vragen in deze serie en dat doe ik elke dinsdag. En, zoals jullie weten, komt er natuurlijk bij de 4000 likes volgende week dinsdag ook weer een nieuwe aflevering online. Dus sowieso natuurlijk bedankt voor jullie support. Op de vorige aflevering hadden we 10.000 duims omhoog behaald. En als we op deze aflevering ook weer de 4000 duims omhoog kunnen halen, dan komt er gewoon volgende week dinsdag een nieuwe aflevering online. Terwijl jij op de like-knop ramt, kan je natuurlijk ook meteen iets verder naar beneden scrollen. En meteen je vraag achterlaten, want wie weet behandel ik jouw vraag dan wel in de volgende aflevering. Bij natuurlijk de 4000 likes, want jullie support is echt gewoon fucking insane. Dus sowieso natuurlijk bedankt daarvoor. Maar op de achtergrond gameplay heb ik 2 kill confirm points gespeeld met de CUDA. Op dat combine natuurlijk, want combine die krijg je gewoon zo vaak. Dat is niet meer normaal. Dus de meeste gameplays die je ziet zijn natuurlijk ook combine. Daar kan ik verder niks aan doen. Kan Call of Duty wel eens aan doen, maar dat doen ze niet. Dus dat is even wachten dat ze daar wel iets aan gaan doen. Maar het is gewoon lekker, chill, rustig om naar te kijken. We beginnen vandaag bij de allereerste vraag. Die is namelijk van Prank Deur. En hij vraagt, als jij zelf een camo mocht bedenken, hoe zou die dan heten? En hoe zou die eruit zien? En ik heb wel eens nagedacht over een camo die we eigenlijk nog missen in Call of Duty. En de camo's in Black Ops 3 zijn sowieso heel erg vet. Je hebt de Dark Matter camo, die redelijk moeilijk is om te halen. Je hebt de gouden camo, je hebt de Transgression camo, je hebt de Monochrome camo, je hebt de Ice camo zoals je hier op de achtergrond gameplay ziet. En je hebt al echt hele mooie, hele vette camo's, de Storm camo, erin zitten. En wat ik nou nog een beetje mis in de game, is een dieren camo. En wat ik daarmee bedoel, is, ik bedoel, je hebt heel veel bewegende camo's en je hebt heel veel camo's die er gewoon mooi uitzien. Maar wat ik een beetje mis is een camo die je op je wapen kan zetten en die echt gewoon een dier vertegenwoordigt. Dus laten we zeggen een tijger. Dan heb je een tijger op je wapen zitten, dat bijvoorbeeld de mond is het gedeelte waar je kogels worden beschoten. De nek is het gedeelte waardoor jij richt, weet je wel. Dat is eigenlijk wat tegen je schouder aan zit als je het vergelijkt met het echt. En als je die camo dan ook nog een beetje kan laten bewegen, weet je wel, dat de vacht een beetje meebeweegt met de wind en alles, dan lijkt me dat echt een hele, hele vette camo om te halen. En ook een hele vette camo om aan te zetten. Dat je gewoon een dier kan kiezen die jij op je wapen wil hebben. En die ook nog eens meebeweegt met de wind of dat begint te schieten, dat misschien de mond open dicht gaat of wat dan ook, weet je wel. Gewoon iets heel erg vets wat je nog niet eerder in een Call of Duty game hebt gezien. Want dat lijkt mij in ieder geval een heel vette camo om aan te zetten. Maar ja, dat is mijn camo natuurlijk. De volgende vraag, die komt van Snowflake. Met een mooie sneeuwplaatje. Hij vraagt, wat doe je met de 2 en 3 uur waar je even geen video aan het recorden bent? Zoe uitlaten, dat is sowieso 1. Twitter beantwoorden. Ik ben op Twitter heel erg actief, meestal ergens in de avond / nacht. Als ik niks te doen heb, dan ga ik gewoon heel veel tweets beantwoorden. En dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Een film kijken. Ik ben echt een filmfanaat, dus ik kijk heel veel films. Later was ik naar Daddy's Home. Ik heb Renovant gezien. Ik heb Hateful Eight gezien. Ik heb heel veel films die op dit moment uit zijn of die nog uit moeten komen al gezien. En ja, ik ben echt een filmfanaat, dus ik kijk ook heel vaak films. Ik kijk een serie met Santino, dat kan ook nog eens het geval zijn. Ik ga even lekker eten maken, weet je wel. Soms heb je zo'n moment en dan denk je van, ik heb honger. En dan kan je gewoon even pannenkoeken maken of wat dan ook. Gewoon even iets waarvan je echt denkt van, eet ik nou echt nooit. Maar nu heb ik de tijd ervoor, ik kan het even maken. Dus dat kan zijn pannenkoeken, kan zijn van alles en nog wat waar ik dan zin in heb. En voor de rest valt het eigenlijk wel mee. En ja, als ik ergens naartoe moet, gewoon ga ik ook naar de bios of ga ik de stad in of wat dan ook. Maar ja, dan neem ik meestal een hele dag er eventjes voor vrij. Zoals in het weekend. Afgelopen zondag bijvoorbeeld ben ik naar het strand geweest voor een paar uur. Ben ik met mijn auto gaan rijden voor een paar uur. Ben ik nog eens naar de bioscoop geweest voor een paar uur. En dat is gewoon eventjes een rustdag, weet je wel. Die hoor je ook te hebben in het leven. En ik heb het geluk dat ik zelf kan bepalen wanneer ik een rustdag neem. Dus soms heb ik ze even nodig. De volgende vraag die komt van Kevin Gielken en zij vraagt, Jan, heel erg gefeliciteerd met de 300.000 abonnees. Dankjewel nog, jongen. Wat vind je het leukste aan YouTube en livestreamen per se met de fucking baas? Jij bent ook een baas, Kevin. Wat vind ik het leukste aan YouTube en livestreams? Ik vind, serieus, reacties ontvangen van mensen
die mijn video's kijken en misschien in een moeilijke periode zitten, ons blij te maken. Weet je wel, kijk, ik maak video's omdat ik het leuk vind. Jullie kijken mijn video's waarschijnlijk omdat je het leuk vindt. En als ik jullie aan het lachen kan maken, of als ik jullie blij kan maken met een bepaald soort video, of met een bepaald soort stream, of dat ik jullie tijd gewoon kan vullen, of wat dan ook, dan is mijn dag sowieso al gewoon weer goed. Ik kreeg laatst een reactie, en ik ga niet zeggen van wie, want dat is een beetje, dat is volgens mij een beetje persoonlijk. En die zei van, Jan, ik zit in een moeilijke periode, weet je, mijn vader is overleden, dit en dat en dit. En door jouw video's kan ik gewoon eventjes wat afleiding zoeken, weet je wel, dan word ik weer blij daarvan. En als ik mensen op dat soort manieren kan helpen, dan vind ik dat echt gewoon heel erg vet. En dat is ook een van de redenen waarom ik natuurlijk video's maak en ook livestream, et cetera, et cetera. En met jullie support kan ik nog heel lang blijven doen, dus sowieso natuurlijk bedankt daarvoor. De volgende vraag die komt van Rens de Visser. Hij vraagt, wie zou je nog eens willen ontmoeten? Wie zou ik nou, als ik uit iedereen mocht kiezen, nog eens willen ontmoeten? Nou, op nummer 1 staat, zoals jullie weten, Cara Delevingne. Dat is een model, actrice, weet ik veel wat. Als je het hebt over celebrity crushes, dan is dat mijn nummer 1. Ik zou Will Ferrell wel eens willen ontmoeten. Will Ferrell is een acteur en die vent is fucking briljant. Ik zweer je, die vent is echt gewoon fucking briljant. Elk typetje dat je ook maar kan bedenken, maakt niet uit wat voor typetje, dat kan hij spelen. Dus het lijkt me heel vet om hem gewoon een keertje te ontmoeten en gewoon, ja, te kijken hoe die nou is als die niet in een film speelt of als die niet in een talkshow zit. Want volgens mij is die gewoon, hoe die is in talkshows en hoe die is in films, is volgens mij ook gewoon in het echt. Die vent is fucking briljant. Kevin Hart zou ik wel eens willen ontmoeten, dat vind ik ook een geniale gozer. Voor de rest niet echt. Een beetje acteurs en actrices, maar Cara Delevingne staat bij mij op de numero uno. Dat mens is briljant. De volgende vraag, die komt van Thijs Gligor. En hij vraagt, ga je ooit in de make-up voor een video? Nee Thijs, ik ben vanmorgen zo wakker geworden. En zo zit ik nu in mijn stoeltje. En zo neem ik mijn video's op. Ik ga geen make-up opdoen voor een video. Ik ben wel een keer in de make-up gezet. Dat was voor een presentatie. Was voor heel veel bedrijven, weet je wel. En die wilden meer over de YouTube-wereld weten. En ik kon daar gewoon mijn verhaal gaan vertellen. Hoe ik met YouTube ben begonnen. Hoe het nu loopt. Wat de voordelen daaraan zijn. Voor bepaalde bedrijven natuurlijk, et cetera, et cetera. En toen moest ik wel op de make-up, want dat werd ook opgenomen. En dit en dat. En dat missen jullie een beetje, dat soort presentaties, zeg maar, die ik ook geef. Maar dat vind ik zelf, dat vind ik ook heel erg vet om te doen. Maar daarvoor moest ik wel in de make-up. Dan hadden ze allemaal, ja, weet ik veel, foundation of zo opgedaan. Weet ik veel. Dus ik ben wel eens in de make-up gegaan. Ik ben ook een keer voor een musical in de make-up gegaan. Toen had ik helemaal ook eyeliner op en alles. Stak ze weer de fucking potlood in mijn ogen, weet ik veel wat. Ik weet allemaal niet hoe het heet, hoor. Ik heb geen flauw idee. 0% verstand van make-up. Maar dat zijn de enige twee keren dat ik make-up op heb gehad. Eén keer voor een presentatie en één keer voor een musical. En verder nog nooit. Als ik een video opneem, dan word ik wakker op deze manier. En dan neem ik ook op deze manier een video op. De volgende vraag, die komt van Gavin Glass. En hij vraagt, zijn je buren, die kant en die kant, fan van je? Ik heb wel eens met buurvrouw gesproken. En ik zit, zeg maar, hier op mijn kamer. En zeg maar aan de achterkant bij mij, waar dus mijn greenscreen staat. Zitten de buren. En als zij in de badkamer zitten, want de badkamer zit naast mijn kamer, dan horen ze me wel eens praten als ik aan het schreeuwen ben, of als ik aan het schelden ben, of als ik aan het juichen ben, of wat dan ook. En ze wisten nooit echt wat ik aan het doen was, dus ik had het aan ze uitgelegd en alles, want soms om 1 uur zit ik te livestreamen, schreeuw ik natuurlijk ook nog. En ze hadden er verder geen last van. Voor zover ik weet kijken ze mijn video's niet, maar ze weten in ieder geval nu wel wat ik doe. Dus ze weten dat ik video's maak op het internet en ja, ze hebben er verder geen last van. Als ze er last van zouden hebben, dan had ik dat al lang gehoord. Maar als ze dus bijvoorbeeld gaan douchen of naar de wc gaan, dan horen ze me praten. Maar ja, dat is natuurlijk het nadeel als je in een rijkshuis woont. Want ik woon gewoon in een huis. Hier staat een huis. Gewoon allemaal naast elkaar, weet je wel. Gewoon een normaal huis eigenlijk in Nederland. Geef villa of wat dan ook. Hoef ik ook niet in te wonen. Ik woon goed. Dus ja, mijn buren weten wat ik doe. Maar of ze fan van me zijn, geen idee. Ik zal het wel een keer navragen. De volgende vraag, die komt van Dead Gaming. Hij vraagt, kies je ervoor om super rijk te zijn en geen vrouw te hebben, maar wel werk? Of kies je ervoor om arm te zijn, met een gezin en gelukkig te zijn? Die vraag is heel erg makkelijk om te antwoorden, want dan moet je jezelf afvragen, eventjes een vraag voor jou, Dead Gaming. Waarvoor leef je? Leef je ervoor om alles te hebben, alleen met niemand te kunnen delen?
Of leef je ervoor om niet zoveel te hebben, maar het met iedereen die jij in de buurt hebt, het te delen? Die vraag is heel erg makkelijk. Natuurlijk het tweede. Om arm te zijn met een gezin en gelukkig te zijn. Dat is gewoon, dat is waar het leven om draait. Je moet er het beste uit halen. Je moet dat kunnen delen met andere mensen. En je moet blij zijn met hetgeen wat jij doet. Je moet niet dingen gaan doen die je niet leuk vindt. Soms hoort er wel eens bij. Soms doe je dingen die je niet leuk vindt. Maar dat moet op die bepaalde moment. Maar het leven draait erom om dingen te doen die je leuk vindt. Dus heb je zin om naar de bioscoop te gaan, dan ga je naar de bioscoop. Heb jij zin om een extra opleiding te doen, dan doe je een extra opleiding. Weet je wel, ga zo maar door. Je moet doen wat jij leuk vindt. En je moet doen wat jij graag wilt doen. En steek je ervoor in. Besteed je tijd eraan. Dan weet ik ook zeker dat ieder van jullie hetgene dat je wil gaan doen, of hetgene dat je later wil worden, ook gewoon kan halen. Zolang je maar je tijd, je energie, je liefde, alles wat je ook maar hebt, erin steekt. En dat doe ik dus ook met YouTube. En dat vind ik super, super leuk om te doen. De laatste vraag, die komt van Mats Dijkstra. En hij vraagt: Jojan, kan je een husky halen zonder dat je er eigenlijk ervaring mee hebt? Nee. Zoals jullie weten heb ik een husky. En ik krijg heel vaak de vraag van: ja, moet ik ook een husky halen, dit en dat? Nee. Als je geen verstand hebt van honden, je werkt, je gaat naar school of wat dan ook, kan je geen husky nemen. Want je moet er 24 uur per dag bij zijn. Huh, ik heb de hik, man. En het is niet zo dat op het moment dat jij naar school gaat, je hond alleen kan laten. Want dat kan niet. Op het moment dat jij naar je werk gaat, je hond alleen kan laten. Dat kan niet bij een husky. Dus als je een hond wil, zou ik gaan voor een makkelijke hond. Niet voor een husky, hoe mooi ze ook zijn. Als je niet hetgene doet wat ik doe. Dus wat ik doe is mijn eigen tijden indelen, et cetera, et cetera. Dan kan jij niet zomaar een husky nemen. Of dan kan je niet zomaar een moeilijke hond nemen, om het maar even zo te noemen. Dus je moet er echt heel goed mee oppassen. En ben je van plan een husky te halen? Het enige wat ik dan kan zeggen, zoek alle informatie erover op. Zorg ervoor dat jij gewoon thuis bent. Elke dag. En dan is het eventueel mogelijk, maar je moet er wel ervaring al mee hebben. Want anders verneuken die hele hond. Belandt hij in het asiel en dat is ook niet wat we willen. Dus denk er heel goed over na. Maar je moet sowieso vrij hebben. Dat staat sowieso vast. Maar de gameplay op de achtergrond zit er alweer op. We hebben zoveel mogelijk vragen natuurlijk weer beantwoord voor jullie. Dus mocht je nog vragen hebben, laat het weten in de reacties. Bij de 4000 likes komt natuurlijk volgende week gewoon weer een nieuwe vraag hier als je online. Dus allemaal bedankt voor het kijken. Geniet nog van je dag. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye mensen.